Kom eens gauw, ik heb lekker water voor jou. En voor mij, een beker erbij. Oh, wat heerlijk drinken wij. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Weet jullie ook waarom jullie hier vanmiddag allemaal zijn? Voor de watercursus. De watercursus, heel goed. En waarom hebben wij een watercursus? Waarom hebben we een hele waterweek? Om gewoon te kunnen drinken, heel goed. En waarom nog meer? Het is gezond. Nee, je moet nog een liter cola fles vol. Dan moet je eigenlijk per dag een water drinken. Een hele cola fles. Ja, maar water, hè? Alleen water. De SKO die heeft ook gezegd dat ze water heel erg belangrijk vinden. Dus die hebben een afspraak gemaakt met Joch. En Joch, dat is van Jongeren op Gezond Gewicht bij de gemeente. Hebben gezegd, we gaan heel lang. Nou, de komende jaren gaan we water drinken onder aandacht brengen. En dan gaan we straks officieel handtekening zetten, want dan is het echt. En als we dat gedaan hebben, dan krijgen we ook een sticker die gaan we nog buiten opplakken. 2 tot 4 jaar, alle peuters hebben ook deze week meegedaan aan het waterproject. Ze hebben ook al geknutseld, gezongen, water gedronken, met water gespeeld. En je kan van water ranja maken, thee, koffie. Dat hebben we allemaal besproken, ook met de peuters in de gemeente Oldebroek op 9 locaties. Zo. Ja. Ja, en ook in de hoek, als jij in de hoek begint. Kijk, hier is er nog niet aan. Maar jij hebt een stukje moeten rug, dat lukt. Goed zo! Wat? Nee? Mag ik die beker nou? Wel een mooie hoor. Maar wat heb jij in die beker zitten dan? Water. En waarom drink jij water? Kunnen jullie hem helpen? Waarom drinken wij water? Dat het gezond is. Dat is gezond, hè? Nou, deze week is de drinkwaterweek en daarom sta ik hier voor dit mooie vlag. En ik ben hier bij de Stichting Kinderopvang in Oldebroek. Omdat wij water drinken willen promoten. En dat is een heel mooi issue. En dat is begonnen door onze combinatiefunctionarissen. Samen met de jongeren op gezond gewicht. He, want in onze gemeente zijn de kinderen nog wel wat te zwaar. En water drinken is heel goed voor onze kinderen. En daarom hebben we een speciale week. En dat is de drinkwaterweek. En er zijn op de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Overal wordt gewerkt aan water. Kinderen zijn hier aan het spelen. Maar geleidelijk aan krijgen ze ook waarom drinken wij water? Waar zit water in? Ik heb net al gehoord van water kun je ook thee maken en koffie en ranja. Dus je komt heel veel water tegen in onze samenleving. Maar het helpt je vooral om gezond te blijven. Zit jij wat zo mooi op je hoofd? Ja. Ga jij nou meer water drinken? Dat doe ik ook altijd bij mijn korfbalwedstrijden. Bezig is in de gemeente Oldebroek houdt zich bezig met een gezonde en actieve leefstijl. Of met name de jongeren in de gemeente. En Joch staat voor jongeren op gezond gewicht. En waar goed bezig zeg, met name richt op het sport en bewegen. Het stimuleren van sport en bewegen, verbinden naar de sportverenigingen, buitenschoolse activiteiten. Richt Joch zich met name op water drinken, gezonde voeding, ontbijt, groente en fruit, maar ook bewegen. Dan worden alle gezondheidsinitiatieven, met name voor de jeugd in de gemeente Oldebroek, uitgevoerd onder de paraplu van Goed Bezig. Dus Joch wordt ook uitgevoerd onder Goed Bezig. Dit is de waterweek nu, hè? Hoe vind je dat het er een waterweek is? Best wel leuk. Lust je wel water? Nee. Water lekker? Vind je niet zo lekker? Nee. Wat drink je liever? Ranja. Dat je nou veel meer water gaat drinken door de waterweek, of niet? Soms. Zijn het dolfijnen? Ja. En kindjes die in het water spelen, speel jij graag in het water? Ja? En lust je ook op het water? Nee, lust je niet op water? Wat drink jij altijd? Ranja. Ranja. Oh, dat is ook water, hè? Met name in de smaakjes.
Op het kinderdagverblijf De Zevensprong en ook op onze locatie op de Uilenhorst gaan wij meedoen met het programma wat Joch heeft geïntroduceerd vandaag. Daar zit een heel beleid achter, dat heet het voedingsbeleid van het voedingscentrum, wat in Nederland heel bekend is, voedingscentrum.nl. Dan ziet u daar leuke tips en trucs op. Maar ook dat we dus belangrijk vinden dat kinderen al van jongs af aan, hè, nadat ze flessen melk gedronken hebben, dat je ze niet leert om zoet te drinken, maar dat je ze leert om water te drinken. En daarmee hopen we gewoon uit te stellen dat kinderen veel zoetigheid drinken. Maar ook leren cola drinken. Op zich is natuurlijk niks mis met een keer een colaatje, maar als je een liter cola per dag zou drinken, zou het niet gezond zijn. En een liter water is wel gezond. Daarom willen we daar aan meedoen. Deze week hebben wij elke dag een kleine activiteit. Er is een liedje aangeleerd op de wijze van Poesje Mouw. Dus als u iets bekends hoort, dan kunnen de andere woorden deze week voor in de plaats staan. Daarnaast is er elke dag een kleine knutselactiviteit. En vandaag was het eigenlijk de aftrap. Dus voor de jonge kinderen was het best wel heel spannend. Maar daarom hebben we ook onze BSO-kinderen erbij betrokken. Voor hun is het programma nog niet echt, maar we willen ook hun meegeven hoe belangrijk is het om water te drinken in de dag. O dolfijn, kom eens gauw, ik heb lekker water voor jou en voor mij, een beker erbij. O wat heerlijk drinken wij. O wat heerlijk drinken wij.